Dit is de eerste die ik gooi en hij breekt. I don't know hoe het met jullie zit, maar ik heb een gevoel dat we dichtbij komen. Gewoon deze hele game te verwijderen. Man, wat zou ik dat graag willen doen nu. Vandaag is de dag. Ik ga de Ender Dragon verslaan. Ik heb even snel wat armor gefixt. Het is niet het allerbeste armor. Zeker mijn boots. Het is letterlijk alleen Featherfalling 2. En mijn leggings zijn nog een beetje broken. Maar hey, dat maakt niet uit. Voor de rest heb ik alles. Denk ik. Ik denk misschien iets meer eten trouwens. Iets meer eten. Torches. Wat ga ik torches nodig hebben in de end? Zal ik een Totem of Undying? You know what? Ik ga een Totem of Undying meenemen. Want wanneer ga ik het anders gebruiken? De Ender Dragon verslaan is voor mij de grootste uitdaging tot nu toe. Dus dan denk ik van, dan kan ik hem maar beter meenemen. Want ik ga de Wither verslaan. Dat wordt ook leuk. Maar daar ga ik hem niet zo heel erg voor gebruiken. Ik moet ook onthouden dat ik niet kan slapen in de End. Voor mij kan dat? Nee, dat kan niet. Dan ontploft het. Maar dat kan in de Nether ook niet. En in principe is het daar altijd nacht. Dus het is niet nodig. Maar jongens, je wil niet weten hoeveel zin ik heb om een Elytra te hebben. Ik heb zeg maar het gevoel altijd van, als je een Elytra hebt, dan kan de survival echt beginnen. Want nu, ik heb ook zit ik te denken, veel te veel dingen uit elkaar zitten te bouwen. Dus daar heb ik iets, daar heb ik iets en hier heb ik iets. Waardoor je het niet mooi kan aansluiten. Dus ik wil nu gewoon om dit huisje heen. Dat wordt het soort van nieuwe middelpunt. Wil ik dus alle dingen gaan bouwen. We hebben daar een trading hall, een opslag wil ik gaan bouwen. Dus het komt echt nog wel goed met deze wereld. Daar heb ik volle vertrouwen in. Ga nog maar eventjes wat eten verzamelen lekker. Dan craft ik ook nog een paar torches. Dit zou wel voldoende moeten zijn, right? Oké, we doen precies een stack. Anders kan ik het niet aan. Ik heb genoeg pijlen. Ik heb water. Ik heb een pickaxe. Ik heb golden apples. Ik heb een bow. Ik heb een sword. Ik heb alle eye of enders. Een bootje. Een bootje is handig misschien. Stel, ik moet het water op. Die moeten we zo meteen even craften. Ja, we moeten toch kijken welke kant ik als eerste op moet gaan. Zullen we dat nu gewoon even kijken? Welke kant ik op moet gaan richting die end? Komt-ie. Oh, die kant. Oh, oké. Dus richting mijn... But are you actually kidding me? Dit is de eerste die ik gooi en hij breekt. Ik voel me opgelicht. Is daar niet een regel voor of zo wanneer het breekt? An eye of ender will shatter about 1 in 5 times you throw it. Oké, dus we hebben ongeveer echt geluk nodig. Ik hoop dat het niet al te ver is. 12 heb ik dan niet te weinig? I don't know, ik hoop van niet. We gaan het zien. Ik weet niet, ik heb zo'n gevoel dat ik nooit genoeg ga hebben. Maar ik heb echt geen zin om meer endermens te gaan killen. Ik neem wel wat extra blaze powder ook mee. Dat zou nooit kwaad moeten kunnen. Dan kan ik in ieder geval, als ik dan nog onderweg en de mensen kan killen, dan hoef ik niet helemaal terug voor blaze powder, want blaze powder is niet het makkelijkste om te krijgen. Ja, dit zou voldoende eten moeten zijn. Ik heb geen zin om langer te wachten, jongens. Laten we op avontuur gaan. Laten we naar de end gaan. Ik hoop dat het niet al te ver weg is. Alleen ik heb zo'n vermoeden dat ik wel een stukje moet gaan reizen. En ik denk dat ik hier ook op een bootje nodig heb. Anders, het zou hieronder kunnen zijn, letterlijk al. Maar dat verwacht ik niet. Laten we dit water overgaan en dan gooien we hier aan de kust, gooien we er wel nog eentje. Oké, we zijn hier bij de kust. We gaan er nog eentje gooien. Ik ben benieuwd. Welke kant moeten we door? Of moeten we nog verder? Dat zou ook kunnen. Ja, we moeten nog wel een stukje verder. Alsjeblieft, breek niet. Nee, hij valt. Komt-ie. Hoppakee. Daar kan het natuurlijk ook mee te maken hebben. Dat hoe vaker je hem gooit. Zeg maar, hoe vaker je iets gooit, hoe meer kans je hebt dat hij daadwerkelijk ook gaat breken. Stel, je gooit hem maar 2 keer in totaal. En dan heb je al de endportal gevonden. Dan heb je minder kans dat je het breekt. Maar hoe unlucky zou het zijn als we bij een portal komen die alle 12, de vakjes, alle 12 geen enderpearl heeft zitten. Five of ender. Dat zou wel ook een beetje erg unlucky zijn. Daar ga ik niet van uit. Volgens mij is het namelijk random. Hoeveel erin zitten. Hey, we zwemmen hier gewoon tropical fish. Dat is een goede om te onthouden. Dit is wel zo'n biome inderdaad. Wacht, is dat iets? Ik weet niet of dit... Oh nee, dit is gewoon een heel raar cirkeltje, denk ik. Maar is het een geode? Dit is volgens mij een geode. Ja, dat is een amethyst geode. Wat? Oké, dan kunnen we wel heel even een kijkje nemen. Kijk dan, die zit gewoon half boven de grond. Yo, dit is echt sick. Nou, dit is top. Weten we ook waar een amethyst geode zit. Mochten we ooit die blokken nodig hebben. Ik weet nog niet echt waar ze nou een use voor hebben nu. Voor mij is het meer echt gewoon nog voor de leuk. Ik heb nooit gehad van, oh, daar heb ik nou een crystal voor nodig. Voor mij heb je wel voor een verrekijker. Zo'n spyglass heb je het nodig. Maar we kunnen ook gewoon dit doen. Oké, daar komt hij weer. Daar moesten we naartoe. Daar moeten we nog steeds naartoe. Alsjeblieft, breek niet. Heerlijk. Dan gaan we een stukje over land. Gezellig. Dit is een nieuw stuk dat we gaan ontdekken. Ja, dit is gewoon allemaal nieuw. Oké, dat is in ieder geval leuk. Dan komen we niet over het bekend terrein. Wordt intussen ook al gewoon weer nacht, joh. Hey, de dag die gaat snel. We zitten dus op dag 105. En dat is best wel veel. We zijn al 105 dagen. Oké, wel dood gegaan. Oh, kijk nou hoe schattig. Kleine konijntjes. Oh, that's very cute. Hey, volgens mij zit hier een mineshaft. Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel even exploren. Oké,
Dat kunnen we dus nog een keertje exploren. We moeten focussen op ons goal. Ik moet niet afgeleid raken. Ik ga me af of het er al voorbij zijn. Ik ben zomaar zo heel nieuwsgierig. Dus ik wil het liefst elke seconde zo'n pearl gooien. Oké, nou wat? Ik ga het hier gewoon doen. Oh, die kant op. Oké, deze gaat breken. Let op. Oh, toch niet. Misschien komen we ook nog wel een sand temple tegen. Of heet het een desert temple? Yo, een portal. Hey, dat is wel nice. Dan hebben we een beetje loot. Ik weet niet of ik het allemaal uiteindelijk ga kunnen nemen. Want ja, we gaan wel de nether explore. Nether? Ik zeg de hele tijd nether in plaats van de end, jongens. Het is echt een gewoonte die ik snel af moet leren. Zit hier dan ook nog een kist? Of dat dan weer niet? Oh ja, kijk, hier zit die. Al dit zand hoef ik niet. Ja, wil ik dit meenemen? Oké, die golden apple is wel nice. Maar voor de rest het is het echt een beetje useless. Dankjewel voor... Ja, goud en een golden apple. Die golden apple is wat chill. Ik vind eigenlijk dat het wel weer tijd is voor een nieuwe pearl. Oh, we moeten een stukje terug. Oké, dus we moeten nu deze kant op. Hier komen we niet echt bepaald vandaan, volgens mij. Even na die mineshift was het volgens mij nog deze kant op. En nu is het deze kant op. Dus je zou zeggen dat het dan eigenlijk hier zo zou moeten zijn. Hey, I don't know hoe het met jullie zit, maar ik heb een gevoel dat we dichtbij komen. Frick it. Ja, kijk, het is terug. Het is, is een pearl die gaat elke keer een andere kant op voor mijn gevoel. Is dat mogelijk? Zou het hier onder deze berg zijn? I don't know, kind of wanna try. Het is hier, jongens. We hebben het gevonden. Het is onder deze berg, inderdaad. Hoe is hij nog niet gebroken, trouwens? Het is er nu al meer dan 5 keer inmiddels. Okay, dat maakt niet uit. Ik vind het alleen maar chill dat hij niet breekt. Zo, dit gaat snel. Wat zit er op deze pickaxe? Oh ja, efficiency 4. Dat is niet echt het hoogste. Ik moet ook niet vergeten om een respawn point naast de portal te zetten. Volgens mij is dat best een belangrijk dingetje. Welk niveau zit zo'n portal eigenlijk? Oh, never mind. Denk dat ik het al gevonden heb. I spy. Oh jongens, we zijn er. Nou ja, we zijn nog niet bij de portal. We zijn wel in de... Hoe heet zo'n plek ook alweer? Dit kan nog wel best wel pijnlijk gaan zijn. Want ik heb gehoord dat het nog niet heel makkelijk is om die portals te vinden als je erin bent. Oh, hier is wel de beep. Oh man, het zijn veel mobs. Yo, laat me met de rust. Ja, die creeper ging ontploffen. Dat zag ik redelijk erg aankomen. Hey, maar deze boekenkasten zijn best chill. Oh, er zit ook een kist. Knockback 2 en allemaal boekjes. Dat wil ik eigenlijk wel meenemen. Die boekjes zijn echt niet verkeerd. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk mijn minimap, hè. Ik zit een beetje cheaten. I don't know. Volgens mij moet ik hier zijn. Hier doorheen. Hey, een kist. Oh, daar heb ik dus niet heel veel aan. Ik hoor wel lava. Dat is spooky. Oh, hier is het. Oh, lol. Ik dacht eigenlijk meer dat bij dat waterplekje daar was. Het is dus hier. Hey, rot op silverfish. Oh, hoezo breekt hij nou dat blokje? Oké, deze spanner. Blijft dit zomaar? Is het zo gefixt? Oké, allereerst wil ik dus hier eventjes mijn respawn point neerzetten. Een semi-veilig plekje hier. Oké, dit werkt dus duidelijk niet. Ik ga de spanner weghakken. Oké, ik dacht, is het niet even een goed idee als ik een kist maak, zodat ik daar nu eventjes alle spullen in kan droppen die we niet mee de end in willen meenemen. Dus even kijken, zoals dit. Dit boeit niet. Die boekjes, het goud. Cobblestone kan ik op zich wel meenemen qua building blocks. Hoeveel heb ik er nodig trouwens? Yo, ik heb er 11 nodig. Oké, ik had niet heel veel meer moeten gebruiken. Damn, dat scheelt niet heel veel. Okay, ik neem aan dat dit niet zal breken. Dat armor kunnen we daar ook nog troppen altijd. Knockback boekje hoeft niet mee. Bootje hoeft niet mee. Ik denk dat dit wel prima is. Oké, zullen we de portal dan gaan maken, jongens? Oh, ik weet niet waarom ik dit zo spannend vind. Ik ben helemaal alleen, hè. Besef dat wel even. Dit geluid is zo satisfying. Boonk. Jongens, ik vind het eng. Hoorde je dat? Ik vind dat legit niet chill. Kijk dit dan. Dit vind ik wel echt heel satisfying. You know what? Ik ga het doen. Ik moet nu niet terug gaan deinsen. Niet op dit moment. Heb ik genoeg eten? Ik heb zeker nog genoeg eten. Frick it, let's go. The end. Oh, ik dacht dat we dood gingen vallen. Gast, wat zou er gebeuren als je nu legit gewoon niet genoeg blokjes had? Het is dat ik blokjes heb meegenomen. Dus ik neem aan dat dat genoeg blokjes zijn om hier naartoe te bouwen. Maar als je letterlijk niet genoeg blokjes had, had je gewoon de void in moeten springen. Was je al je spullen kwijt. Alles. Je wil nu weten hoe hard ik mijn shift knopje nu indruk. Ik denk dat ik hem nog nooit zo hard heb ingedrukt. I am shitting myself right now. Oh, ik hoor de Ender Dragon. Oh, he's mad. Ik moet doorbouwen. Nee! Nee, nee, nee! Like, legit. Legit. Hoezo overkomt mij dit? Ik zag net dat hij... Ja, hij heeft niet eens mijn fucking span opgeslagen. Waar ben ik ook? Oh, hier, kijk. Zie je, dit was de vorige keer ook al toen ik dood ging. Waarom onthoudt hij mijn span niet? Oh my god. Dit is zo stupid. Ik heb niet eens de kans gekregen om met de Ender Dragon te vechten. Hoezo? Oh, ik heb niks. Niks. Ik heb oprecht zin nu om zo hard mijn computer uit het raam te gooien.
gewoon deze hele game te verwijderen. Man, wat zou ik dat graag willen doen nu. Ik ga jullie een klein beetje teleurstellen, maar ik hoop dat jullie begrijpen dat ik nu zo geen zin meer heb in dit scheidspel. Ik ga weer al mijn loot terugverzamelen. Ik heb ook voor mij niet eens... Ik heb wel diamonds nog voor een diamond pickaxe, maar ik had zo'n goede pickaxe. Ik had mending gefixt. Ik had alles wat ik had, alles wat me dierbaar was, zat in mijn inventory. En dan weet ik, dan is het niet slim om het mee te nemen. Maar ja, je moet met iets naar de end gaan, weet je wel. Ik snap niet waarom dit mij overkomt. Waarom ik? Van letterlijk... Stupid dragon met zijn lingering effect shit. Misschien had ik ook niet moeten springen daar. Ik weet niet waar het aan lag. Ja, F in de comments. Doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. Want ik heb het nodig op het moment. Abonneer mocht je dat niet gedaan hebben. En dan tot de volgende video of zo. Als ik nog leef. Als ik nog uit deze emotionele breakdown terugkom.